Dus dat wou ik doen. En het lijkt me leuk om te beginnen met Imagine van John Lennon. Die hebben we het meest recent gedaan. En hij gaat in het begin wisselen tussen twee akkoorden. En die akkoorden die zijn, zoals je hier naast mij kan zien, moet ik even iets meer zo gaan zitten, zodat jullie mijn gitaar ook blijven zien. Ja, een beetje meer zo. Hij wisselt voornamelijk tussen de C en de F. Er zit ook nog een klein loopje in. Oké, goed. Dus dat is wat we gaan doen. En in dit liedje. Liedje is natuurlijk normaal op een piano gespeeld. En dat maakt op zich wel voor een interessante gitaarpartij. Ook omdat dus alle strums zijn eigenlijk naar beneden. Als je naar mijn rechterhand kijkt. Dat is omdat op de piano natuurlijk alles gewoon in rechte, beetje lineaire manier wordt neergelegd. In tegenstelling tot de gitaar, waar je bijvoorbeeld dus als je omhoog komt, eerst de hoge noot speelt en als je omlaag gaat, juist eerst de lage noot speelt. Het doel van dit is dus meer om een beetje alle noten min of meer gelijkmatig te spelen. Dus niet te veel van onderaf, dat je te veel die noten benadrukt, niet te veel die noten benadrukt. Meer een beetje alles tegelijk. Goed, en hoe wordt dit nummer nou gespeeld? Het nummer wisselt in het couplet, en dat is even tot hoe ver we het door gaan nemen. Het coupletje wisselt gewoon tussen C en F de hele tijd. En dan zit er een kleine variatie in die hij doet, dat hij zijn vinger optilt, waar ik nog even op in ga zoomen. Even kijken of ik de kamer iets meer die kant op kan zetten. Zo. Ja, dat is beter. Dus, een C-akkoord. Even voor de samenvatting. Wijsvinger komt op de B-snaar op het eerste vakje. Dan komt de middelvinger op de D-snaar op het tweede vakje. En de ringvinger komt op de A-snaar op het derde vakje. En wat we dan doen is, we slaan de dikke E-snaar niet aan. Dan slaan we die dus met een plectrum. Mag ook met je vingers. Een plectrum is handig voor het loopje wat zo meteen komt. Met een plectrum sla je dat naar beneden toe aan. Oké, dus dan slaan we hem 1, 2, 3. De vierde keer tillen we de wijsvinger op. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we naar de F. En de F speel je als volgt. Met je wijsvinger weer op de B-snaar op het tweede vakje. Dat verandert niet. Met je middelvinger gaan we naar de G-snaar, het tweede vakje. En met de ringvinger op de D-snaar op het derde vakje. En met een open hoge E-snaar. Vanaf de D-snaar tot en met de hoge E-snaar. En dan krijgen we nog dat loopje. Dus even samenvattend. C. 1, 2, 3. Open. 1, 2, 3. Op F. En dan komt het loopje. 1, 2, 3. Open. F. 2, 3. Loopje. 1, 2, 3. Open. F. 2, 3. En... Goed. Wat is dat laatste stukje nou? Dat spelen we als we op de F staan, staat je middelvinger eigenlijk al goed op de G-snaar. Op het tweede vakje. En als je dan G-snaar op het tweede vakje, G-snaar op het derde vakje doet. En die derde zou ik dan aanraden met je ringvinger. En dan doe je een open B-snaar daarachteraan.
Het klinkt als gekke noten als je ze zo langzaam speelt. Maar als je het snel... klinkt het opeens niet meer gek. Dus nogmaals, 2 naar 3 op de G-snaar en dan een open B-snaar erachteraan. En dan gaan we weer terug naar C. Dus, samenvattend, C. 1, 2, 3, open, F, 2, 3, loopje, C. 2, 3, open, F, 2, 3. Goed. Mocht je daar niet uitkomen of mocht je ook nog het refrein willen weten, ik heb natuurlijk ook in een vorige livestream dit nummer al behandeld. Dus kijk vooral even op het YouTube kanaal terug of je die video's kan vinden. Het zijn de meest recente video's die zijn geüpload als het goed is.